Goedemorgen allemaal, ik ben Pelle van Amersfoort. Ik ben voetballer van SC Heerenveen. En er is mij aangeboden om ambassadeur te worden van Sportvisserij Friesland. Wat ik fantastisch vind en met beide handen heb aangepakt. En zo hoop ik heel veel bij te wonen van alle jeugdevenementen van Sportvisserij Friesland. Vanochtend ben ik op pad met Thomas Smit. En we zijn hier in Dokkum en we hopen toch een snoekje binnen te halen. En dat zou heel mooi zijn. Het is wel goed koud geweest vannacht, dus het wordt lastig. Maar we gaan ons best doen. Dagelijks ben je daarmee bezig en dan is één dag in de week weer vrij. Maar ja, het is gewoon je werk. Het is niet super druk hoor ik wel, maar ja, super druk. Is het tegenovergestelde. We zitten lekker in het bootje. Zeker, ja. Nou ja, iedereen heeft ook zijn hobby's ernaast. Ja. En een hobby van mij is vissen. En, ja. Ja, want je jaagt ook. Je bent echt natuurmens. Doe je dat om de rust te ervaren? Ja, ik vind het wel echt de rust. Het is natuurlijk een heel andere wereld zoals de voetbal. Daar is het druk en daar is het altijd wel, heeft iedereen zijn mening. En, kopje leeg en het is altijd het onverwachte, dat vind ik het mooie. Dus je kunt klein zijn, groot zijn, je hebt baarsen, je hebt witvis, gewoon kleine vorentjes, rietvoren. Nou, dat verschil, dat is toch op een of andere manier verslavend. Ja, zeker. En, zeker. Dat vind ik het mooie aan vissen, het is zo onvoorspelbaar. Onvoorspelbaar, spannend. Zoals nu ook, je weet niet of we het gaan vangen. 2 uur aan het vissen, nog geen actie. Maar dat kan er ook zo 4 achter elkaar zijn, dat is het vissen en dat is het mooie. Dat is ook wel lekker. Ja, we gaan in een restaurantje naar binnen. Maar een bakje koffie. Doen we. Zo. Lekker bakje koffie. Zeker. Ik heb er tegenaan. Daar gaan we. Yes. Tastje van. Your secrets kept you pushing down. Disavow. When it was knocking on your door, nobody got in. Now when you're screaming for a hand, nobody's listening. Oh, this is far from the end. You're gonna get back to the war. Awesome. Dat was het. Nummer 1, daar deed het voor, hè? Die doe je het voor? Ja. Het is geen grote, maar... Ja, het is prachtig. Vis is voor, toch? Hier doe je dat voor. Je kijken naar hoe prachtig deze is. Yes. Prachtig, de zitjes erop. Ze gaan helemaal aan de bodem zitten. Ja. Echt al 2 uurtjes bezig, maar helemaal geen actie. Nee. Ineens uit de niks, hè? Op naar de volgende. Op naar de volgende. Zeker weten. Top, man. Mooi. Zetten we weer terug. Super. Zet hem terug. Gaat u zwemmen. Grootmoeder afhalen. Ja, dat zou mooi zijn. Yes. En daar gaat hij. Yes. Hey. Top, man. This is far from the end. You're gonna be back for more. Wat zal je taak precies zijn straks? Wat ga je precies doen voor de spatvisserij? Ik wil laten zien dat
voor de jeugd dat het gewoon echt heel leuk is om te vissen. En dat er echt heel veel spanning bij komt kijken. En dat je gewoon één bent met de natuur. Dat is gewoon het mooie. Ik heb ook wel eens gehad dat je een hele dikke draan hebt, maar dat die net voor de kant eraf gaat. Ja, dat is ook vis. Hetzelfde ook... als de lat raken met de voetbal. Met de voetbal, ja. Onderkant lat eruit. Ja, dat is precies. Onderkant lat eruit. Ja, het is net niet. Ja, het is het net niet. Maar dat maakt de sportvisserij gewoon zo spannend. En, ja, precies. Ja, dat wil ik laten zien. Dat er veel meer buiten te doen is dan, ja, dan binnen achter de PlayStation. Ja. Ah, leuk.